harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 8 oktober 2023 vindt in het Witte Kerkje van Ter Heide het 37e amateurconcert plaats. Je kunt je nog aanmelden als deelnemer. Dus als muziek maken je passie is, dan is dit je kans. De zang- of speeltijd waarvoor je kunt opgeven is tussen de 3 en 10 minuten. Aanmelden kan bij de stichting T-concerten Witte Kerkje Ter Heide. E-mail naar tconcertenterheiden@gmail.com en geef de volgende info door. Naam van de deelnemers, welk instrument of zang. Als je al weet wat je gaat spelen of zingen, graag de titels en de tijdsduur. Je kunt ook bellen met Agathe of Babs. De Sterrenkijker is een nieuwbouwwijkje van 55 woningen aan de Boompieper en Blauwborst in Made. Een wijkje waar starters, senioren en gezinnen met kinderen sinds kort wonen. Bewoners van dit nieuwbouwwijkje organiseerden op 26 augustus hun eerste buurtfeest. Reden genoeg om een samen aan de slag aanvraag te doen. Wat resulteerde in een bezoekje van wethouder Harry Bakker, die een cheque met een bedrag van maar liefst €1.447 overhandigde aan de organisatie van dit buurtfeest. Heeft u ook ideeën om uw buurt leefbaarder en veiliger te maken, waardoor de onderlinge betrokkenheid groter wordt? Dit kan bijvoorbeeld zijn door een sporttoernooi, wandeltocht of muziekfestijn te organiseren zonder commerciële doeleinden. Dan kunt u waarschijnlijk ook een aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de website van onze gemeente. Ben je aangesloten bij Burgernet, dan heb je al via een sms kunnen lezen dat Burgernet per 1 september alleen nog werkt via de app. Er zijn een aantal voordelen ten opzichte van sms of spraakberichten. Zo kan een app heel gericht worden gestuurd naar mensen in een bepaald gebied. Je kunt foto's en video's versturen en er is geen beperkt aantal tekens. Het is ook handig om een appbericht door te sturen naar bijvoorbeeld buurtpreventiegroepen. Hiermee wordt het bereik van de Burgernet-actie vergroot. En sms-berichten zijn niet anoniem, de app is dat wel. Wil je meer weten over hoe de app werkt? Kijk dan op de website van Burgernet, burgernet.nl. U ontvangt een actiebericht in de Burgernet-app wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. Bijvoorbeeld een inbraak, beroving of vermiste personen. Ook Amber Alerts ontvangt u in de Burgernet-app. Iets gezien? Bel direct met de politie via de knop in de app. Download de Burgernet-app op uw smartphone. Geef de app toestemming om uw locatie te gebruiken. En ontvang Burgernet-acties zonder aanmelden en waar u ook bent. In het menu vindt u meer informatie over de app. Samen voor een veilige buurt. Dit jaar is er op 7 oktober in Hoge Zwaluwe alweer de 3e editie van de Dorpsquiz die 's avonds gaat plaatsvinden. Het begint om 6 uur en duurt tot 10 uur. De inschrijfkosten bedragen €35 per team, waarvan €30 weer ten goede zal komen door een door ieder team aan te dragen doel in het dorp. Ook dit jaar zal bij het inschrijven weer een hele leuke opdracht meegegeven worden, waarbij weer een hilarische uitvoering verwacht wordt van ieder team. Op 5 oktober zal er weer een informatieavond georganiseerd worden voor de teamcaptains en hun secondanten. Doe je ook mee? Inschrijven kan vanaf 29 augustus bij Ans Snatersen, Kiki van der Westen-Koezen of Joyce Wiemen. Op 4 november is de feestavond. Op 7 oktober is ook de Maaiquiz, wat ongetwijfeld, net als in Hoge Zwaluwe, voor een superleuke avond zal gaan zorgen. Jongeren tussen de 19 en 27 jaar kunnen tot 1 juni 2024 gratis gevaccineerd worden tegen het humaan papillomavirus, oftewel HPV. Deze campagne van het kabinet zou eind dit jaar aflopen, maar is met 5 maanden verlengd. Dat bevestigt de missionair staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid na berichtgeving van RTL Nieuws. Hij wil zo de jongeren tegemoetkomen die een gratis eerste prik hebben gehaald, maar anders hadden moeten betalen voor de tweede. Het kabinet wil jongeren aanmoedigen om een HPV-prik te halen, omdat dit virus kanker kan veroorzaken. Het vaccin vermindert het risico op 6 soorten kanker, namelijk in de mond- en keelholte
en aan de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals. Op zaterdag 9 september organiseert Zorgboerderij De Zwaluw samen met Goede Kost een gezellig oogstfeest met de markt van 10 uur tot 4 uur. Er zijn diverse kramen met biologische groenten, vlees, kaas en andere streekproducten. Ook zijn er allerlei ondernemers die op creatief vlak prachtige creaties tonen. Tevens is er aandacht voor educatie en voeding, imkers vertellen over bijen, wildwandelen en er zijn rondleidingen op de boerderij. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. De theetuin is open en er zijn proeverijen. Iedereen is welkom. De locatie is Zorgboerderij De Zwaluw, Dirk de Botsdijk 4 in Lage Zwaluw. Dit jaar zijn er weer gratis workshops voor vrijwilligers. De trainingen worden gegeven door MEE West-Brabant of SWO Drimmelen. De volgende workshops worden gegeven: moeilijke dingen makkelijk maken, niet aangeboren hersenletsel met belevingsoefeningen, schilderen voor vrijwilligers, teken je mee en omdenken voor vrijwilligers. Aanmelden is verplicht. De formulieren daarvoor kunt u vinden op de in beeld getoonde website. Voor het NK Tegelwippen organiseert de gemeente een leuke actie. Zij bieden een plantenpakket aan ter waarde van €50 voor een speciale prijs van slechts €5. Een van de voorwaarden is wel dat je minimaal 1 vierkante meter tegels uit je tuin wipt. Die tegels kun je bij deelname aan deze actie ter plaatse achterlaten als je het plantenpakket ophaalt. En vergeet niet je aan te melden bij nktegelwippen.nl/meedoen. De actie start op 11 september om 4 uur. Om deel te nemen moet u een formulier invullen via de website wijzijndrimmelen.nl onder het tabblad Denk mee, doe mee, plantenpakket actie. Deze kan pas ingevuld worden op de startdatum vanaf 4 uur. Ze vragen bij het bestellen om een foto van de gewipte tegels, minimaal 1 vierkante meter, uit jouw tuin of van de locatie waar je dat nog gaat doen. Dus bereid je daar alvast op voor en houd de foto bij de hand voor het invullen van het formulier. Alleen deelnemers van de gemeente Drimmelen kunnen meedoen aan deze actie. De €5 eigen bijdrage betaal je bij het ophalen van het plantenpakket. Er is een beperkt aantal pakketten, daarom geldt op is op. Verdere informatie over het ophalen van het plantenpakket volgt na de bestelling. Samen met het dorp wil de gemeente een dorpsvisie voor Lage Zwaluwe maken. De dorpsvisie is een plan voor de toekomst van het dorp met daarin de belangrijkste onderwerpen. Zij horen daarom graag uw ideeën en hebben daarvoor een vragenlijst gemaakt. Deze kunt u tot en met 17 september invullen. Dit kan via de website wijzijndrimmelen.nl. Iedereen in Lage Zwaluwe vanaf 12 jaar mag deze vragenlijst invullen. Na de vragenlijst kunt u ook nog verder met elkaar en de gemeente in gesprek over verschillende onderwerpen van de dorpsvisie. Ze organiseren daarvoor 3 themabijeenkomsten. Wilt u liever een persoonlijk gesprek of hulp bij de vragenlijst? Dan kan dat, want de komende tijd zijn medewerkers van de gemeente hiervoor in Lage Zwaluwe te vinden op de getoonde tijden en locaties. De Rabo Club Support Actie is er weer. Vanaf 1 september kunt u als Rabobank Amersfoort-gebruiker weer via de Rabo-app stemmen op uw favoriete vereniging, club of stichting. Omroep Drimmelen doet dit jaar ook weer mee. Wij hopen dan ook dat u uw lokale omroep van harte steunt. Het hele jaar door steunt Rabo Club Support tienduizenden clubs en verenigingen. Zo helpen we clubs met verduurzamen, met de ontwikkeling van creatief talent en creëren we gelijke kansen om samen te sporten. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de samenleving. Doen jullie mee? De coöperatieve Rabobank. Dit was weer Drimmelen. Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.